Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van Western Weetjes. Vandaag gaan we Boomer filmen. En tijdens het filmpje gaan we hem scheren. Het is natuurlijk alweer koud buiten. En daardoor heeft hij alweer een aardige vacht opgebouwd. En daarom gaan we er een laagje afhalen. Krijgt hij lekker een deken op. Want dan wordt hij toch tijdens het rijden wat minder bezweet. En dat is lekkerder voor hem. Voorgaande jaren heb ik eigenlijk altijd ervoor gekozen om hem helemaal kaal te scheren. Dit jaar gaan we het anders doen. Dit jaar heb ik iemand gezien bij ons op stal. Zij had een heel leuk patroontje geschoren bij haar paard. Dus ik heb haar gevraagd of ze dat voor nu ook bij Boomer wil doen. Dus we gaan kijken of het lukt. En kijk lekker mee, zou ik zeggen. Kijk, daar is Boomer. Zoals jullie zien is hij nu nog niet geschoren. Dus het is wel handig om even voor jullie te zien. Voor en na foto. Foto, filmpje. Hè? Boomer die vindt het wel een goed idee. Zijn mooie billen. Kijk, zoals je ziet heeft hij nu best wel een laagje. Dus dat gaat er zo lekker af. Hè, Boom? Vind je dat goed? Boomer denkt, wat gebeurt er allemaal? Kijk, je kunt het ook wel goed zien. Toch wel een dik vachtje gekregen. Nou, we gaan beginnen hoor. Ik dacht, ik zoom even in op het been. Echter, Boeven gaat met zijn hoofd ervoor hangen. Ze trekt de huid strak, zodat je met het scheerapparaat niet blijft hangen in de huidplooien. Want Boomer heeft nogal een flexibel huidje. En vooral
waar zijn voorbeen begint in die knik, zie je dat heel veel mensen met het scheren soms wondjes creëren. Dus daarom zal ik straks ook zijn been even naar voren houden, zodat dat gewoon helemaal strak getrokken wordt. Door middel van het schabloontje kan ze mooi de vorm uitzetten. Zelfs in je haar. Nee hoor.
Helemaal afgerond? Ja. Nou, zus is heel geconcentreerd bezig. Er staan nu alweer 4 sterren op zijn billen. Ik vind het knap. Ik krijg het niet voor elkaar hoor. Zoals je ziet gaat ze heel secuur te werk. En gelukkig is Boomer zo braaf en blijft hij zo netjes staan. Want anders was het ook wel iets lastiger nog geweest. Kom je er ook even bij kijken, Lana? Hoe vind je het worden, Lana? Vind je het mooi? Heb je al geteld hoeveel sterren er op zijn billen staan? Nee. Ga stellen dan. Moet je even goed kijken. Boomer kijkt even om. 5. Heel goed. Dat heb je goed gezien. Zo zie je hoeveel werk je nog aan hebt als je weer het filmpje eraan mag, hè? Ja. Het lijkt een Amerikaanse vlag. Ja, mooi hè? Ja, ik ook, hè? Zo'n Amerikaanse sport, hè? Nou, zoals jullie zien is Boomer al bijna klaar. Hij is aan deze kant helemaal af. En aan de andere kant is hij geschoren. Behalve de plooi bij zijn benen. En zus is net begonnen aan de sterren op zijn billen. Dus nog heel eventjes en dan zijn we klaar. Kijk eens hoe mooi die wordt. Hier zit ook nog een ster. Hier. Ja, helemaal bovenop, hè? Super mooi. Nou, na bijna 4 uur zijn we eindelijk klaar, Alana. Ja. Of wij niet. Suus is klaar met het scheren. Boomer is prachtig geworden, dus dat laten we jullie even bij deze zien. Vinden jullie hem net zo mooi als mij? Ik ben helemaal verliefd op hem geworden. Was ik al, maar nou vond ik hem wel super mooi. Dankjewel Suus voor het scheren. Hij is echt heel goed gelukt. Ik ben heel benieuwd naar wat jullie ervan vinden. Vinden jullie het ook zo mooi? Of niet? Laat het dan weten hieronder. En Lana? Abonneer op ons kanaal en doe een duimpje omhoog.